Welkom terug mensen bij Volgas met Joey. In het verleden filmpje heb ik jullie laten zien hoe coden precies gaat en hebben hem laten coden in de kleur die jullie hebben gekozen. De verschrikkelijk mooie kleur mattelijfgroen. En in dat filmpje hadden we toen ook gevraagd of jullie de kleur wilden vertellen welke we moesten laten maken voor de kapper. Dat is een rare zin. En toen hebben jullie ook gevraagd om de kleur te bedenken voor onze kapper. Nou, we hebben 9 pagina's met kleuren voor de kapper binnengekregen en we gaan de beste, of tenminste de leukste reacties gaan we in ieder geval eventjes voorlezen en dan gaan we aan het eind bekendmaken welke kleur de kappen gaan worden. Extreme Bas Boosted heeft gereageerd: maak een Valentino Rossi sip, dus blauw met wit. Op Google zie je al sip in die kleuren, echt gruwelijk. Dat is wat hij zegt. Tim Dave reageert: Guerrilla Green. Guerrilla Green, dat is Guerrilla Green, toch? Ja, zoiets. Guerrilla Green? Gorilla. Oké. Okay. Dus gewoon een beetje, wat noem je ook weer met die gorilla? Nee, niet. Jij bedoelt gorilla. Ja, dat is niet gorilla. Gorilla. Ik heb het over hele bekende van Daadland, weet je maar ook weer. Die gorilla strijder. Gorilla. Ik wel. Ah, maakt niet uit. Ik weet zijn naam niet. Hij zei dat jij net extra suiker in mijn koffie gegooid. Ja, man. Waarom? Hij doet volgens mij jou. Dan hebben wij nog veel meer pagina's. En dan staat het volgende. Het zijn echt vet veel. Allemaal bedankt. Owen Knip, die moet ik zeggen, want hij noemt zichzelf Knip en ik heet Schaar. Dus die reageert Midnight Blue. Klaas Power reageert Midnight Blue. Broodje Saté reageert Midnight Purple voor de kapper. Misschien kleine suggestie, White One Banden. Jordi Morse, die komt me bekend voor, die reageert Neon Roos. Oké, en dan Plakband Games reageert ook felroze. David Haley reageert maak de kap roze of Armie Cabo. En hij zegt rustig. Rosalie Bakkenhoven reageert mat rood rode kappen. Mat rood rode kappen. Mat rood rode kappen. Of mat zwart. Mat rood rode kappen. Met zonder mayonaise. Oké, maakt niet uit. Deze moet ik zeggen. Deze is van Abdi Ibrahim. En die reageert, maak hem een Gucci kleuren. Gaan we niet doen. We gaan niet Gucci kleuren maken, dat is alleen maar voor Abdel Ibrahim. Winston Aasman. Winston Aasman heeft gereageerd. 1-0 Winston heeft gereageerd. Die man van... Kijk, kut man. Kut. In ieder geval, Winston Aasman reageert. Max Velgozen. Properder. Die zegt, mat oranje kappen. Oh yeah! Hij zegt oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah. Stefan Scholten reageert, echt toffe video's, veel van geleerd. Ga zo door jongens, en ik stem voor zwart met rood. Dan hebben wij nog Sander de Pannenkoek, die reageert, doe leger stijl. Camouflage van maken, zie je minder goed hoe die kutkleur, als dat frame is. Oké, ik ga het opnieuw zeggen, dit, hij zegt het op zijn Brabant. Sander de Pannenkoek reageert, doe leger stijl camouflage van maken. Zie minder goed hoe een kutkleur als dat het frame is. Dan lijkt mooier leger camouflage en de rest zwaar. Dat is duidelijk. Dat is duidelijke taal, meneer de Pannenkoek. En dan zijn we bij pagina nummer 1. Lieve mensen, ik geef jullie allemaal bedankt voor het stemmen. En ik weet welke kleur het wordt. Het wordt mat, roze, fluor, trojka. Van het drankje. Rustig. Lieve mensen, allemaal bedankt voor het stemmen. In het volgende proces gaan we de kapper waarschijnlijk laten spuiten. In mat, fluor, roze, trojka. Roze. Gewoon roze, mat, trojka. En blijf ons volgen, want dan gaat het project heel vet bouwen. Dit was Volgens met Joey. Ik dank jullie vrienden. Zeg jullie rustig. Volg ons volgens met Joey op YouTube en Facebook. Ik zeg jullie rustig.